Hallo jongens en meisjes van groep 7-8. Ik heb voor jullie vandaag een soort stapelliedje. En het heet, ja, hoe heet het? Het heet Ice Cream. En het gaat eigenlijk over dat je verschillende ritmes kunt stapelen. En dat je dan eigenlijk met elkaar samen bezig bent. Aan het communiceren dus. Nou, hoe gaat het? Ben je thuis? Je hebt in ieder geval een aantal instrumenten nodig. Maar die kun je ook vervangen. Dus in plaats van een schutei kun je ook een leeg doosje lucifers vullen met wat rijst. Ja, dat is eitje. Wat je ook kan doen is in plaats van klavers, deze twee, kun je ook zeggen ik pak twee pollepels. In plaats van een gyro die ik hier heb, kun je zeggen ik pak twee schuurpapiertjes. En die doe ik tegen elkaar aan. Wat je kan doen in plaats van een triangel, is twee theelepeltjes pakken en die tegen elkaar aanslaan. En tenslotte kun je in plaats van een boetblok, hier, kun je zeggen, ik pak een broodplank en ik sla erop met een pollepel. Goed, ik bouw het met je op en ik begin met de vijf verschillende ritmes even met je door te nemen. En ik doe het met het schutei en de andere dingen die ik hier heb gestaan. Het begint met nummer 1. En als ik alles heb gedaan, dan zet ik de band aan en dan speel ik met de allerlaatste met je mee. Ja? Oké, daar komt ie. Wat doen we? We hebben dus het schutei en dat doet met het volgende. Ice cream. Give me ice cream. Ice cream. Give me ice cream. Cream. Doe maar even mee. Ice cream. Give me ice cream. Ice cream. Give me ice cream. Dat is de eerste. Gaan we naar de tweede. Met de klavers. Die gaat zo. Pizza. I like pizza. Pepperoni pizza. With cheese. Pizza. I like pizza. Pepperoni pizza. With cheese. Pizza. I like pizza. Pepperoni pizza. With cheese. Doe je mee? Pizza. Pepperoni pizza. Pepperoni pizza. With cheese. De derde doen we met de gyro. Deze. En je kan dan in plaats daarvan twee schuurpapiertjes gebruiken. Wat gebeurt er? Het gaat zo. Hot dogs, hot dogs, hot dogs. Die doe ik nog een keer. Hot dogs, hot dogs, hot dogs. With mustard, ketchup, pickles, yes. Hot dogs, hot dogs, hot dogs. With mustard, ketchup, pickles, yes. Hot dogs, hot dogs, hot dogs. With mustard, ketchup, pickles, yes. Hot dogs, hot dogs, hot dogs. With mustard, ketchup, pickles, yes. De gyro. De vierde doen we met de triangel. Deze. En daarvoor kun je eventueel twee theelepeltjes gebruiken. Die gaat zo. 2, 3. I like hamburgers, they are the best. Give me a hamburger, you can keep the rest. I like hamburgers, they are the best. Give me a hamburger, you can keep the rest. I like hamburgers, they are the best. Give me a hamburger, you can keep the rest. I like hamburgers, they are the best. Give me a hamburger, you can keep the rest. Oké, we gaan naar de laatste. En dat doen we met het woedblok. Hier ligt die. Samen met deze. Het woedblok. En we hebben het ritme tacos with cheese. Tacos with cheese. The hottest thing in this town is tacos with cheese. Tacos with cheese. Tacos with cheese. The
tacos with cheese. Tacos with cheese. The hottest thing in this town is tacos with cheese. Tacos with cheese. Tacos with cheese. The hottest thing in this town is tacos with cheese. Dit zijn de 5 ingrediënten. En als jij in de klas zou zijn, dan zouden we de 5 groepen verdelen, 5 soorten instrumenten. En dan zouden we het opbouwen. En die opbouw die gaat als volgt. Ik doe een aantal met je mee en dan kan je zo invoegen. Komt-ie. Het begint met ice cream. Ice cream. Ice. Give me ice cream. Ice cream. Give me ice cream. Pizza. Ice cream. I like pizza. Pepperoni. Tacos with cheese, tacos with cheese. Hottest thing in this town is tacos with cheese. Tacos with cheese, tacos with cheese. The hottest thing in this town is tacos with cheese. Oké, succes! Lekker met je familie doen.